een moderne nucleair wapen kun je ook in deze Audi vervoeren. Dat is niet zo'n groot probleem. Je kunt een bestelautootje. Kan. Hé, hey, maar weer toch weer die telefoon. Ik dacht dat je hem uitgezet had. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Er was nog iemand van de week die zei, ja, ik was op een date. En toen op een gegeven moment ging het gesprek over wat doe je in je vrije tijd ter ontspanning. En toen had de andere partij gezegd, ja, ik luister ter ontspanning naar Maarten Verossum, de podcast. Ken je die? Dat was wel grappig, toch? Dus dat kwam in een dategesprek, kwam dat ter sprake. Ja, ja, het woord date vind ik ook niet prettig om te horen. Nee, ik vond het ook opmerkelijk. Een afspraakje heet dat vroeger. Ja, ja. Date. Date, dat is volgens mij een dadel is dat. Hè? Dat is een exotische vrucht. Maar een date, dat is ook weer zo'n... We gaan chillen op onze date. Dat is allemaal van het verschrikkelijke woordgebruik, werkelijk. Dus ik gebruik liever het woord afspraakje. Hij had een afspraakje. Ja. En de wederpartij bij het afspraakje zei... God, wat leuk, ik luister altijd naar die geweldige podcast. Ja, vond ik wel grappig, ja. De atoombom, hoe gaan we dat aanpakken? Ik dacht, dat gaan we historiserend aanpakken. Waarom wil je het eigenlijk bespreken? Omdat ik eigenlijk... Ik kwam op het idee, omdat ik las, kijk... het huidige Rusland is in feite een derde rangs mogendheid. Economisch gezien, sociaal gezien, cultureel weet ik niet precies. Ik volg de Russische cultuur niet. Misschien doen ze daar wel hele lollige, vernieuwende dingen, wie zal het zeggen. Maar, ging de zin verder, het is gek genoeg een eerste rangs militaire mogendheid, omdat het eigenlijk nog steeds uitgerust is. Het is na de Verenigde Staten of met de Verenigde Staten de enige echt omvangrijke nucleaire mogendheid. En dat betekent dat ze duizenden nucleaire wapens hebben. Die moet je overigens ook goed bijhouden, want die verslijten. En dan, dat schijnt ook een vrij kostbare zaak te zijn om die dingen up-to-date te houden. En bruikbaar, om het zo maar te zeggen. Waarbij natuurlijk direct al het eerste je in het oog spreekt dat deze immense hoeveelheden wapens, zijn er overigens veel minder dan, komen we straks op, dan het op een goed moment geweest zijn. Er is een moment geweest dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten samen 60.000 nucleaire wapens hadden. Een vorm van ingrijpende mondiale waanzin, anders kun je het niet noemen. Er waren ook tactische nucleaire wapens bij, dat is helemaal knettergek. Dat betekent dat je over een afstand van een paar honderd meter een nucleaire granaat afschiet. Maar goed, nu is dat veel minder geworden als gevolg natuurlijk van het eind van de Koude Oorlog. En het feit dat er toen tijdelijk heel verstandige mensen aan de macht waren. Zowel in Rusland als in de Verenigde Staten. Het heeft niet lang geduurd in alle opzichten. Maar het interessantste van de atoombom is natuurlijk dat er twee gebruikt zijn ooit. 6 en 9 augustus 1945. En daarna nooit meer. En ik durf er wat onder te verwedden dat dat niet nog een keer gaat gebeuren. Zelfs als Poetin de Oekraïne zou bezetten, is de kans dat de Amerikanen een nucleaire raket afschieten op de Russische strijdkrachten, die is 0,00. Die kans is simpelweg afwezig. En er worden ook altijd, we hebben altijd enorm opgewonden praatjes over die Noord-Koreanen. Niet waar een regime van ook volledig gestoord, zoals iedereen kan zien op die markt, die demonstraties, hoe moet je dat zeggen, die manifestaties die ze daar houden. Het is op zichzelf ook vaak wel weer vrij geestig al. Met al, ik vind ook dat het intact moet blijven, ook als het regime valt, vind ik dat er een wereldwijde subsidieregeling moet komen, dat de meest gekke dingen van het Noord-Koreaanse regime, dat die intact worden gelaten. Dus dat met name ook die nieuwslezeres, dat die door kan gaan met haar activiteiten. Dat is zo fantastisch werk. Ook met die achtergronden die je daarbij ziet en zo. En dan ook die eenjaarlijkse manifestatie op dat plein daar, die moet ook doorgang vinden. Voor de rest kunnen ze dan gewoon de normale dingetjes doen, gewoon weer eten. Niet bang zijn dat ze voortdurend opgesloten zullen worden of doodgeschoten. Goed, de atomen, ze zijn nooit meer gebruikt. Ik denk ook dat de kans klein is dat ze ooit nog weer gebruikt zullen worden. Waarom heeft Noord-Korea dan toch al die moeite gedaan aan een nucleair wapen? Omdat zij denken dat dat een soort verzekering is, dat hen dat tot op zekere hoogte onkwetsbaar maakt. Maar
Zij zullen zelf nooit zo'n wapen gebruiken, want zouden ze dat doen, dan begrijp je dat ze volledig met de grond gelijk gemaakt zouden worden. Want ze hebben natuurlijk maar een heel beperkte voorraad van die rommel. En de Amerikanen veel meer. Dus het zijn nucleaire wapens zijn grotendeels symbolische wapens. Dan kun je al de vraag stellen, waarom zijn die dingen in godsnaam ooit ontwikkeld? Waarom hebben ze dat gedaan? En waarom is dan bovendien zo'n rare nucleaire wapenwetloop gevolgd? In het bijzonder na 1945, toen ze dus voor het eerst gebruikt zijn en iedereen kon zien wat de effecten waren. En dat hangt eigenlijk direct samen met de historische ontwikkeling van halverwege de jaren 30 tot de dag van vandaag in allerlei opzichten. Want eigenlijk pas halverwege de jaren 30 werd ontdekt door natuurkundigen dat je een atoom, dat je dat kon delen, dat je dat kon splitsen, atoomsplitsing. In het bijzonder, een uraniumatoom is zo groot. De kern van een atoom bestaat uit protonen en neutronen. En daaromheen zweven de elektronen. Misschien, dames en heren, ik geef toe, het is het langzamerhand pijnlijk, maar kunt u dit even opzoeken in de Wikipedia, hoe dat zit, zodat ik het verder niet uit hoef te leggen. Het is ook niet erg wezenlijk. Maar in principe kun je een uraniumatoom, dat kun je splitsen. Je kunt er iets opschieten, met name een neutron kun je erop schieten en dan kun je het splitsen. En bij die splitsing ontstaan twee nieuwe atomen, maar tegelijkertijd gaat er een klein beetje atoomgewicht verloren. Dat wordt omgezet in energie. En dat is per atoom is dat veel, maar als je er een bom van zou maken, nou dan... Dus zo alle natuurkundigen in de wereld, zodra ze lazen dat iemand een atoom had gesplitst, dat gebeurde in een Duits laboratorium, begrepen al die natuurkundigen wat de mogelijkheden zouden zijn. Ze wisten aanvankelijk niet precies hoe je dat technisch zou moeten uitvoeren, maar dat het kon, dat begrepen ze. Ze dachten bijvoorbeeld dat de bom misschien zo groot moest zijn als een heel schip, of nou ja, van spectaculaire afmetingen. En tenslotte bleek dat na enige berekeningen niet noodzakelijk te zijn. Maar zo rond 38, 39... was dus de hele gemeenschap van natuurkundigen besefte dat een dergelijk wapen, gebaseerd op atoomsplitsing, en wat gigantische hoeveelheden energie zou produceren, dus met alle gevolgen van dien, dat tot de mogelijkheden behoorde. En let wel, die splitsing had zich voor het eerst in een Duits laboratorium was die uitgevoerd. En sowieso, de Duitse wetenschap was toen het absolute wereldtopniveau. Weliswaar waren al veel Joodse geleerden vertrokken. Onder andere één van die Joodse geleerden die ook aan die splitsing had meegewerkt, Lotte Meissner, die was naar Zweden vertrokken. Maar die wist dus ook van de hoed en de rand hoe dat in elkaar zat. Dus een aantal ook alweer uitgeweken natuurkundigen, in het bijzonder geloof ik twee Hongaren, die zei, ja, wacht eens even. Toen die oorlog eraan kwam, in 1939, begin de Tweede Wereldoorlog. Wat wij tot elke prijs moeten zien te voorkomen, is dat de Duitsers een dergelijke bom ontwikkelen. Ze hebben de wetenschappers ervoor, die hebben ze. Die opereren op het hoogste wereldniveau. Dus wat moeten we doen? Wat is het enige scenario waarbij we eigenlijk met dit immense gevaar, terecht, heel terecht allemaal bedacht, rekening kunnen houden. Dus we moeten eigenlijk, de enige mogelijkheid die ze zagen was dat de Amerikanen zo'n ding zouden ontwikkelen. En eventueel wat sneller en beter dan de Duitsers dat zouden kunnen doen. En hoe moest je dat nou doen? Door, kijk, voor zo'n bom krijgt het ook warm. Hoe moest je dat doen? Want je moest de president benaderen. Dus ze hebben de president een brief geschreven. En ze dachten, ja, wie kunnen we dat nou laten ondertekenen, zodat de president een beetje onder de indruk is van de gebeurtenissen? Ja. Albert Einstein. Dus ze zijn met Einstein gaan praten. Die woonde tegen die tijd al in de Verenigde Staten. Ze zei, ja, je moet dat tekenen, die brief, want dan kunnen we misschien aandacht vragen voor dit probleem. Zo gezegd, zo gedaan. En nou ja, Roosevelt begreep wel dat het een hele grote bom was, maar natuurlijk niet hoe het allemaal in elkaar zat. Dat gold voor allerlei mensen die ervan hoorden. En eigenlijk is er die eerste, zeker in de Verenigde Staten, is zeker tot,
tot 1941, hè, Pearl Harbor, Verenigde Staten. Zolang de Verenigde Staten niet in oorlog waren, ontbrak in de Verenigde Staten eigenlijk alle urgentie. Maar de urgentie, de druk op de ketel werd gehouden door de Engelsen, die ondertussen wel in oorlog waren. En ook in Engeland had je een hele reeks van natuurkundigen, deels ook weer allemaal uitgeweken natuurkundigen uit Duitsland. Want uiteindelijk bleek de allergrootste spion, die een groot deel van die nucleaire kennis doorgebriefd heeft aan Stalin en zijn konuiten, dat was Klaus Fuchs, dat was een Duitse natuurkundige die de communistische sympathieën was toegedaan. Dus er waren heel veel Duitsers waren uitgeweken naar allerlei andere landen. En daar had je, daar werd dat, met die hele zaak werd bekeken en daar was ook een soort van studiecommissie opgezet en die zei van ja, het kan. We weten niet precies hoe, maar het kan. En er waren zelfs al berekeningen gemaakt dat als je hebt namelijk uranium-238, je hebt uranium-235 en kan je nou niet uitleggen hoe, want ik begrijp het ook niet precies, maar uranium-235 is makkelijker te splitsen. Er was wel iemand die wel wist hoe het werkte. Jazeker. Ze wisten, alle natuurkundigen wisten hoe het werkte. Maar nou is er een groot verschil tussen, laten we zeggen, dat je weet dat zoiets werkt en wat de effecten zijn. En dat je een apparaat bouwt wat afgaat op het moment dat jij graag wil dat het afgaat. Dat is een bom. Ja. En dat komt nog, dat is een hele klus om zo'n ding te bouwen. Kortom, de Engelsen werkten daaraan en zei het kan. Sterker nog suggereerde ook al, je moet U-235 gebruiken. Dat is veel handiger, want dat is makkelijker te splitsen. Nou komt U-235 komt in de natuur veel minder frequent voor dan U-238. Dus hoe scheid je nou 238 van 235? Dat bleek een enorme klus te zijn. Daarvoor heb je echt een hele complexe apparatuur nodig. Tegenwoordig doen we dat iets simpeler met centrifuges. Dat is de zogenaamde Dutch method. Die we dus hebben laten stelen door een Pakistaanse geleerde die aan de Dutch method heeft gewerkt. Dat zijn centrifugeapparaten. Maar toen deed ze het met gasdiffusie en nog een andere methode die nu te ver wordt om dat allemaal uit te leggen. Maar een gasdiffusiefabriek, die hebben uiteindelijk de Amerikanen hebben zo'n ding gebouwd in Oak Ridge. Dat was toen het op één na grootste gebouw ter wereld. Het grootste gebouw was toen het Pentagon. Ik weet niet hoe dat nu is eigenlijk. Ik denk dat Wikipedia dat weet. Als je dat intikt. Wat is het grootste gebouw ter wereld? Ja. Waarschijnlijk een ziekenhuis. Ja, of je komt dan bij torenzijde of zo. Ik zal het eens even intikken hier. Ja, dat is het hoogste gebouw. Maar het gaat nu om de volume van het gebouw. Ja. Leuk is, je kunt alles intikken en dan vind je alles. Hier heb je met behalve voor de twitteraars, die weten dat uit hun hoofd. Die roepen nou al thuis van, dat is natuurlijk... Dat en dat. Er zijn ook normale twitteraars, hè? Ik weet dat er normale twitteraars zijn. Maar het gekke is, het valt je toch op, als je er wel eens naar kijkt, vallen je toch, vooral de halve haren, vallen je toch bij uitstek op. Dat je denkt, hoe is dit mogelijk? De Burj Khalifa is op dit moment, zie je, is het hoogste gebouw. Hoog. Daar zijn we niet geïnteresseerd. We zijn geïnteresseerd in volume. 10 grootste gebouwen ter wereld. En dan kom je, wat is het langste bouwwerk ter wereld? Wat is het breedste gebouw ter wereld? Ja, daar hebben we ook niet veel aan, zeg. Want het is lengte maar breedte. Dan hebben we en hoogte. Je moet het wel... De grootste. Dus even kijken wat we hier krijgen dan. Het Central Park Jakarta complex is 655.000 vierkante meter groot. En dan hebben we Berjaya Times Square in Maleisië, 700.000 vierkante meter. Sans Kutai Central. Dat zeg maar niks. Maar ja, dat is allemaal van die... Allemaal in Azië natuurlijk, waar ze de afgelopen 20 jaar natuurlijk het hardste gewerkt hebben. Beijing Capital International Airport, Terminal 3, 986.000 vierkante meter. Kijk, dan beginnen we een beetje in de buurt te komen. Oh, hier de bloemenveiling in Asmeer, 990.000 vierkante meter. Kijk eens aan. Zijn niet de Boeing-fabrieken waren volgens mij jarenlang, namelijk de productiehal van de 747. Dat was het grootste gebouw ter wereld, bij mijn weten. Maar we gaan terug naar de bom. Dus de Engelsen hielden de druk wel op de ketel en hebben ook tegen de Amerikanen gezegd van ja, jullie moeten daar eens over nadenken. Kijk, het zonnetje breekt door. Altijd toch weer een gelukkig moment. Jullie moeten daar eens over nadenken. Maar nogmaals, zolang Amerika niet in oorlog was, heeft dat eigenlijk geen rol van betekenis gespeeld. Dan gaat Amerika aan de oorlog deelnemen en dan wordt er eigenlijk vrij snel
wordt er druk op de ketel gezet en worden er beslissingen genomen, wordt er een organisatie uit de grond getrokken, gerund door een meneer Leslie Groves. Eigenlijk was dat een militair, maar die deed logistieke klusjes. Leslie Groves was ook de man die het Pentagon leiding had gegeven aan de bouw van het Pentagon, toen het grootste gebouw ter wereld. Dat was gebouwd in 2 jaar of zo. In ieder geval een ongelooflijk. Als je echt bouwen wil, dan precies. Ja, in Nederland willen we dat liever niet, maar als je het echt wil, dan kun je dat in principe heel snel. En toen hebben ze opgezet het zogenaamde Manhattan-project. En dat Manhattan-project heeft tenslotte in die bom geproduceerd. Waarom heet dat nou in godsnaam het Manhattan-project? Omdat het oorspronkelijke kantoor van die organisatie was gevestigd in Manhattan. En daarom heette het Manhattan-project. En wat heeft die Leslie Groves eigenlijk in een megatempo gedaan? Die heeft zo'n gasdiffusiefabriek laten bouwen. Die heeft een aantal reactoren laten bouwen in het noordwesten van de Verenigde Staten. En hij heeft een groep bijeengebracht, allemaal ongelooflijke natuurkundigen geholpen door de rekenlineaal ongetwijfeld, die zich in Los Alamos, dat is een piepklein dorp in the middle of nowhere, het was eigenlijk een jongensschool, waarschijnlijk allemaal hele moeilijke jongens, dat ze niet konden ontsnappen, want dan verongelukte hij in de woestijn Los Alamos al. Ik denk dat het is Nevada, neem ik aan. En daar zijn al die lui bij elkaar gebracht en die zijn als een scheet gaan werken aan het ontwerp van 2 bommen. En ze hadden ook al uitgevonden dat je met name bij al die splitsingsactiviteiten ontstond ook een nieuw element, plutonium. En dat zou nog iets makkelijker te splitsen zijn. En typisch Amerikaans, ja. Het wonderlijke is, als je nu aan Amerika denkt, dan denk je toch aan mislukkingen. Want ze kunnen eigenlijk niks meer. Het politieke systeem stagneert. En, het is van een ontzaglijke droevigheid. Maar als je Amerika toen bekeek in die oorlogsjaren, is het eigenlijk wat ze tot stand hebben gebracht, industrieel, productietechnisch, is toch niemand in de wereld kon dat. Niemand kon op die schaal dingen produceren. Niemand had het geld om deze oplossingen, om daar zelfs aan te denken. Wat doen de Amerikanen? Die bouwen 2 totaal verschillende bomtypes. Namelijk een plutoniumbom en een uraniumbom. En nou geloof ik dat de plutoniumbom is Fat Man genoemd en die andere bom is Little Boy. Zo is het, geloof ik. Kan zijn dat ik het nu net precies, maar goed, dat is leuk voor de luisteraars. Daar hebben ze ook iets van. Nee, Verossum, zo zit dat niet. Het is precies omgekeerd. Het zou kunnen. Het zou kunnen, maar dat doet dan natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel toe. En feit is dat ze natuurlijk het probleem moesten oplossen. Hoe maak je van die hoeveelheid uranium die je hebt, verrijkt uranium, hoogverrijkt uranium, en of plutonium, dat is de andere bom, hoe maak je er een bom van? Hoe zorg je bijvoorbeeld ervoor dat er precies een kritische massa ontstaat waarbij een kettingreactie van splitsing op gang komt en de bom tenslotte ontploft? Maar je voelt ook wel aan dat als je die dingen te snel bij elkaar brengt en de kritische massa te snel ontstaat, dan kan die ook al gaan werken aan ontploffen voordat dat de bedoeling is. En daarvoor hebben ze een heel complex mechanisme ontwikkeld. Bij de ene bom wordt, geloof ik, een hoeveelheid uranium in een soort kern geschoten met enorme snelheid. En de andere bom die werkt door een soort implosiemechaniek. Maar het gaat er steeds om dat in een zeer hoog tempo de kritische massa bereikt wordt. En tenslotte rapporteren ze dus, dat is begin 45, we hebben 2 bommen. Het wonderlijke is, als je dit verhaal hebt gevolgd, had je natuurlijk nu al moeten denken, ja, dat is dan maar zeer interessant dat ze dat nu allemaal gedaan hebben, maar hoe zat het met de Duitse bom? He? Waar ze ook aan het werken waren. Werkten de Duitsers aan een bom? Nee, helemaal niet. Nee, ja, ze hebben aanvankelijk wel een werkgroepje gesticht, wat daarnaar moest kijken, dat is gebeurd. Ze hebben zelfs een reactor gebouwd die nooit kritisch geworden is, dus die heeft nooit gefunctioneerd. Fritz Todt, de chef van het logistieke programma van het Nationaal Socialisme, stort neer. Begin 1942.
Albert Speer wordt de nieuwe leider van het productieapparaat van het Nazi-Duitsland. Albert Speer bekijkt deze zaak en zegt, de kans dat wij een bom ontwikkelen voor het eind van de oorlog, die is echt 0,0. Ik stop het proces. Dus het gekke is dat de Duitsers, die in feite puur theoretisch, technisch tot de absolute top behoorden en het misschien ook wel hadden kunnen. Nou, misschien ook wel niet. Hier zie je toch het enorme verschil tussen de Verenigde Staten enerzijds en eigenlijk alle andere oorlogvoerende anderzijds. De Verenigde Staten waren in de Tweede Wereldoorlog van een andere orde. Daar kwam het echt. Maar ze zijn er wel mee begonnen met het idee. Nou ja, op zichzelf is het zo dat de eerste kernsplitsing, die is in een Duits laboratorium tot stand gebracht. Maar toen ze eenmaal wisten dat dat kon, begrepen alle natuurkundigen, want dat heb ik uitgelegd, die begrepen hoe het zat, dat dat kon. En dat als het kon, dat je een kettingreactie op gang kon brengen, waardoor, niet waar, het explosieve proces vanzelf op gang hebben bleef. Hebben zij dat toch allemaal in gang gezet? Nou, dat kun je eigenlijk niet zeggen, omdat eigenlijk iedereen begreep op dat moment. Het is ook een interessant voorbeeld, omdat ik net het boek van die Overie heb gelezen, wat overigens helemaal niet over deze problemen gaat. Maar die legde, ik dacht dat de radar was uitgevonden door een Engelsman. Ja, dat heb je al eens verteld, dat is niet zo. Nee. Je dacht, bij Londen staan allemaal die dingen. Nee, het blijkt dat iedereen internationaal ongeveer op hetzelfde niveau onderzoek deed naar radar. Ja. Dat een van de allernuttigste uitvindingen op het gebied van de radar was, is gedaan door Japanners en Duitsers. Dus ik had een totaal verkeerd beeld. Toen heette die man, die zogenaamde ontdekker van de radar, Watson Watt of zoiets dergelijks. Dus dat had ik helemaal bij het verkeerde eind. Maar dus ook, als je eenmaal weet dat splitsing mogelijk is, dan weet iedereen ook dat wat je daar in principe mee zou kunnen doen. Maar om die bommen te bouwen, ja, dat was een gigantische klus, want daarvoor moest je ook verrijkt uranium hebben. En dat verrijken, dat moest in die gasdiffusiefabriek, die vervolgens, die heeft die Leslie Groves laten bouwen. Maar dit hele proces, want daar gaat het mij eigenlijk om, dat het historisch ingekaderd is. Stel voor dat de uraniumsplitsing van het uraniumatoom was ontdekt in volle vredestijd. En dat er helemaal geen grote tegenstellingen waren geweest tussen de grote mogendheden. Ze zouden waarschijnlijk wel een kernreactor gebouwd hebben. Met het idee van, nou ja, als je dit gecontroleerd kunt laten plaatsvinden, dan levert dat een enorme hoeveelheid energie op. En nou ja, we weten allemaal dat dat juist is. Niet onaanzienlijk deel van onze elektriciteit wordt opgewekt in kernreactoren. Ik las laatst nog dat Nederland door omstandigheden afgelopen jaar een enorme hoeveelheid energie aan het geïmporteerd heeft. En dat een aanzienlijk deel van die energie komt uit Franse kernreactoren. Ik zeg het maar even, jongens, voor de mensen van de groene energieopwekking, dat wij ook door allerlei omstandigheden nu plotseling zogenaamde atoomstroom moeten importeren. En ik heb ook al wel begrepen dat, energieopwekking door middel van de nucleaire activiteiten, dat is heel nuttig. En in principe niet vervuilend, behalve natuurlijk dat je het restmateriaal wel erg goed op moet bergen. En ik denk eerlijk gezegd dat het in de toekomst, want het is natuurlijk duidelijk dat we als we van de fossiele energie af moeten, al kun je eigenlijk ook dit wel fossiele energie noemen, maar goed, dat we dan ook waarschijnlijk wel onze toevlucht moeten nemen tot de nucleaire energie. Het is alleen heel duur, hè? Dus dan moeten we altijd... Ja, maar kijk, energie is natuurlijk is op zichzelf geen prijsprobleem. Zolang jij niet 50% van je inkomen aan energie hoeft te betalen. En dan energie dit jaar nog hartstikke duur geworden ook, maar dat is ook weer niet geanticipeerd, dat je ook denkt, hoe is dit allemaal dan mogelijk? Niet waar dat we onze eigen problemen voortdurend organiseren, overigens niet alleen Nederland, maar ja, in feite het hele Westen. Wordt wel netjes gecompenseerd, hè, door Rutte. Ja, wordt het gecompenseerd? Nou ja, die extra stookkosten, daar gaan ze toch wat aan doen, met de belastingen. Ja. Oh, nou ja, oké, laten ze dat doen. Je weet dat je zelfs nu met je elektriciteit het... Alleen al op de transportkosten van elektriciteit betaal je 50% belasting of zo. Mm-hmm. Weet je dat?
Nee, ik weet wel dat het geld kost, maar niet weet dat... Weet je wat de belasting is, de fiscale heffing op een litertje benzine voor je Audi? Nou, het is weer gestegen. Ik kreeg laatst dat rekeningetje. Dat is volgens mij weer, het was eerst 2,36 per kwartaal, nu 2,50. Voor de elektriciteits... Nee, de, hoe heet dat? De belasting op rijden. Oh, oké. Okay. Oh, ik kijk er nooit naar, want dan doe je je auto meteen weg, toch? Ja. Ja. Het is handig om te hebben, zolang die ook een beetje redelijk kan staan. Maar ja, het is, de auto is, hoort tot die hoogst interessante dingen die, als er relatief weinig van zijn, dus dat is wanneer alleen de liter die dingen heeft, zijn ze hartstikke handig, joh. Fantastisch. Van deur tot deur, nooit een probleem. Maar zodra iedereen ze heeft, is het een onmogelijk ding. Wat overal de boel verstopt, steden naar de kloten helpt, voortdurend nieuwe infrastructuur noodzakelijk maakt. Nou ja, het is een gebed zonder eind. Want eigenlijk ook als de auto een succes wordt in de Verenigde Staten, dan komen ze er vrij snel achter dat dat ding alleen een succes kan worden als je infrastructuur hebt waarover dat ding kan rijden. Had je die vraag nog gezien? Die? Die vraag van die man die op een verjaardag was en waar ze een discussie hadden over wat jij gezegd hebt. Nee. Er was ruzie ontstaan op een verjaardag. En naar aanleiding van een uitspraak van jou. Ja, want er was, jij hebt gezegd, de snelweg komt uit Italië. Ik heb het wel gezien met die autostrada. Ja. Feit is dat die Italianen op het idee zijn gekomen van die vierbaanswegen, kruisingsvrije vierbaanswegen, maar dat idee voorlopig niet hebben uitgevoerd. Overigens ook bij in de Weimarrepubliek lagen al die ideeën over die autobanen. Er wordt altijd gezegd dat Hitler dat heeft uitgevonden en de nazi's, maar dat is helemaal niet waar. Die plannen waren er al, maar ze hadden geen geld en niet geen initiatief en zat geen dynamiek achter. En de nazi's hebben gezegd, vooral omdat Hitler zei altijd, de auto dat is het transport van de toekomst. En daar moeten wij speciale autobanen aanleggen. Daarbij moet het mogelijk zijn om met een volksautootje in casu de VW, niet waar ongeveer 100 km per uur over zijn, want dat vonden ze al heel, heel, heel erg hard natuurlijk, met 100 km per uur over die autobanen te rijden. Toen las je altijd van, ja, dat was voor het leger, voor het Duitse leger, de Weermacht, die ging niet. Dat is helemaal niet zo. Het transport van de Weermacht ging per trein. En is ook altijd per trein gegaan en dat is ook niet veranderd in feite. Hoe dat nu is, zou ik je niet kunnen vertellen. Ik heb een jaar in Duitsland gewoond, als je ergens een totale takkenhekel aan had, dan waren het die Amerikaanse militaire kolonnes op de autobaan, zeg. Want daar mocht je niet tussen. Ja, dus je moest dat hele ding moest je passeren. Nou, dat waren enorme, ellenlange militaire files. Maar even voor die man op die verjaardag. De Italianen hebben het uitgevonden en de Duitsers hebben net doordat zij meer iets... uitgevonden, boef. Kijk, vrij snel als je even over auto's nadenkt, dan begrijp je dat ze natuurlijk, willen ze überhaupt een beetje nuttig zijn, dan moeten ze ook redelijke snelheid kunnen maken. Onder de traditionele logistieke omstandigheden was dat totaal onmogelijk. Je moest overal door dorpskernen heen en het wegdek was slecht en er waren geen bruggen en daar gaan ze maar door. Dus ja, je komt al heel snel op het idee, wat we moeten doen is dus kruisingsvrije wegen aanleggen. Ja. En dat nogmaals, dat idee dateert uit Italië, waar de fascisten natuurlijk veel eerder aan de macht zijn gekomen, namelijk al in 1922, 1923. En ook in de Weimarrepubliek waren de plannen er al, maar pas de nazi's hebben ze gerealiseerd. Ja. Sommige bekende foto's die je... Hitler met zo'n scherp staan en zo. En dan de eerste scherp in de grond. En toen hebben ze die dingen ook in Duitsland, hebben ze daadwerkelijk aangelegd. Zelfs wij hadden, dacht ik, één autoweg voor de oorlog. Dat was eerst geloof ik Den Haag-Zoetermeer. Dat was ter hoogte van. En later Den Haag-Utrecht. Dat was het, zeg maar, dat stukje A12. Dat was het eerste stukje. Autoweg in Nederland. Nu zijn we dus nog steeds bij die atoombom. Ja, twee bommen hadden ze. Want het interessante is dus, waarom is die überhaupt gebouwd? Omdat we bang waren dat de Duitsers er één zouden bouwen. En omdat we toen bang waren voor de Duitsers die in 1939 een oorlog waren begonnen. Dat is eigenlijk, vandaar dat ik zei, stel je voor, we hadden geleefd in een betrekkelijk vreedzame wereld. Niemand had daar veel voordeel van gehad om zo'n ding te hebben. Misschien was er wel helemaal geen bom gemaakt. Of iemand had voor de lol had gezegd, moeten zeggen van, nou, weet je wat, laten we eens kijken of dat kan, zo'n bom. Hè? Wie weet.
Ja, nu is het 1945 geworden. Daar zitten ze in Potsdam bij elkaar, de leiders van de grote mogendheden, Stalin, Truman en, wie was dat natuurlijk nog meer? Stalin, Truman en Attlee. Sorry, ja, Churchill was vervangen, die had de verkiezingen verloren. Werd vervangen door Attlee. En in Potsdam krijgt Truman, president, krijgt bericht dat de eerste proefexplosie, die is in Alamogordo, is volledig geslaagd. Sterker nog, de knal was beduidend groter dan ze uitgerekend hadden. Het was indrukwekkend, hoewel het een bommetje van niks was. Ik geloof 16 kiloton. Een kiloton is 1000 ton TNT. Dat is nog 16.000 kilo TNT, maar goed, voor een nucleair wapen is 16 kiloton niet zo verschrikkelijk veel. En toen was de vraag, wat gaan we ermee doen? We hebben er twee. Sterker nog, ze hadden er nog materiaal voor, nog een derde. Ze zouden vrij snel een derde bom kunnen maken als dat noodzakelijk zou zijn. Dus nu moest de Amerikaanse president beslissen, gaan we die bommen gebruiken? Ja, dan nee. En eigenlijk is er over dat gebruik, daar is later een lange, complexe discussie over ontstaan. Hadden we dat wel moeten doen? Mochten we dat eigenlijk wel doen? Was het niet immoreel? Hè? Neem Hiroshima, stad van 240.000 inwoners, 140.000 doden op de langere termijn, inclusief de stralingseffecten enzovoort. Dat is toch verschrikkelijk? Is het niet racistisch dat we dat ding niet op Duitsland gebruikt hebben, maar wel op Japan? Dat soort van ideeën, wel Aziaten, niet Europeanen. Feit is, als de Duitsers, in Europa natuurlijk, hadden de Duitsers gecapituleerd. Nou, je kunt de dag uitzoeken die je daarvoor wil kiezen. 5 mei, 8 mei, 9 mei, er zijn diverse mogelijkheden. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat als de Duitsers door hadden gevochten, zoals de Japanners, dat ze ook tegen Duitsland gebruikt zouden zijn. Maar goed, nu was alleen Japan nog in oorlog. De Japanse regering, voor zover je daarvan spreken kon, was verscheurd. Sommigen wilden wel capituleren, maar de militairen die wilden zich, aan l'outrance wilden ze zich doodvechten. Dat was zo, dat hoorde bij de militaire traditie. Truman heeft besloten om die bom te gooien, om een vrij simpele reden. Ze voerden al de verschrikkelijkste bombardementen uit. Ze hebben Tokio gebombardeerd, niet waar? Waarbij 40 vierkante kilometer stad vernietigd is en 100.000 doden waren. Dus in die zin is er niet zo'n groot verschil tussen het bombardement op Tokio en de bom op Hiroshima, die tenslotte 140.000 doden kost. Maar het was eigenlijk in het kader van die oorlog en van die megabombardementen op open steden vol met op zichzelf volledig onschuldige burgers, was het een vanzelfsprekende zaak. Daar kwam bij dat de Japanners bij de verovering van het eiland Okinawa zich ook weer eens basaal dood hadden gevochten, wat natuurlijk duizenden en duizenden Amerikaanse slachtoffers had gekost. En de berekeningen waren dat als de Amerikanen amfibische landingen zouden moeten uitvoeren op de Japanse hoofdeilanden, dat tienduizenden, zo niet, ja, de een had hogere berekeningen dan de ander, honderdduizenden doden zou kunnen kosten. En de Amerikanen wilden zo snel mogelijk van die oorlog af. En de Japanners maar treuzelen. Dus de Japanners die hadden ook veel eerder tot een redelijk akkoord met de Amerikanen kunnen komen. En zodoende is die bom op Hiroshima gegooid. Ze hadden Hiroshima niet gebombardeerd om voor het geval dat, dan had je een stad die nog volledig intact was. En ze hadden ook in Hiroshima wel het vermoeden dat zij voor een speciale behandeling in aanmerking zouden komen. En nou ja, de gevolgen waren verschrikkelijk. Daar is veel over geschreven. Dat hoeven we hier niet uitgebreid uit de doeken te doen, maar de beschrijvingen zijn gruwelijk, ronduit gruwelijk. 3 dagen later is er een tweede bom gegooid. Ik geloof dat nummer 1 was Fat Man of Little Boy. Ze hadden er twee. Fat Man of Little Boy. Het kan toch zijn dat nummer 1 was Little Boy. Die is afgeworpen door een B-29 met de naam Enola Gay. Hoe groot waren die? Wat, die bommen? Ja.
Ik, volgens mij was Little Boy. Ja, zie ik zit nu. Maar goed. Maar waar kun je het mee vergelijken? Met wat voor voorwerp? Fatman wou 4 ton. En als je geïnteresseerd bent in hoe dat eruit zag, hoe groot dat ongeveer is, dan moet je naar het Luchtvaartmuseum in Soesterberg, want daar hebben ze een soort replica. Ja, er zit niks in, dat begrijp je. Althans, toen ik er was, hadden ze een soort replica. En hoe ziet dat eruit? Nou, groot. Veel groter dan je denkt. Maar hoe groot is dat? Zo groot als een huis? Nee. Ik denk dat die net precies zou passen hier binnen in dit autootje. Of misschien net niet. Oh, dat vind ik wel vrij klein. Ja, voor zo'n grote mond. Het is 4 ton. Hij weegt 4 ton. 4,5 ton. Ongeveer. Dus dat is een blok die heel veel weegt. Ja, dat is ook zo kut, hè. Ja, die andere die is ook wat anders van vorm. Die is veel meer een langwerpig, soort van cilinderachtig ding is dat. Dus ja, later zijn ze erin geslaagd om ook atoomwapens te miniaturiseren. Vooral de waterstofbom, die ietsje anders werkt dan een atoombom. Of liever gezegd, meer een soort tweetrapsraket vormt, explosief gezien. Die konden ze tenslotte relatief heel klein maken. Ja, dat je denkt, toen konden ze op zo'n raket 6 van die verschillende bommen bouwen in principe. Dat we zijn dan veel later en dat gaan we allemaal niet aan detail behandelen. Want je begrijpt, die tweede bom is op 9 augustus op Nagasaki gegooid. Dat is helemaal een gek verhaal. Die was eigenlijk bestemd voor een hele andere stad. En toen verschenen ze met de B-29 boven die andere stad. Maar dat was een gesloten wolkendek. Waarschijnlijk Nederland. Nou, dat kan natuurlijk. Maar goed, een gesloten wolkendek. En toen hebben ze besloten om hem niet daar te gooien, maar even door te vliegen naar Nagasaki. Dus je ziet hoe volkomen arbitrair dit soort van dingen in feite in zo'n oorlog zich afspelen. En ook improvisatie. Ja, de bom op Nagasaki was niet precies boven het centrum van de stad. Dus er zijn iets minder doden gevallen, maar ook de verwoestingen waren echt gigantisch. Lees er maar eens iets over. Ja, ik durf nauwelijks nog naar de Wikipedia te verwijzen. Maar sowieso opzoeken, dames en heren, is een van de leukste dingen die je in je leven kunt doen. Het is een heel avontuur in de feitelijkheden van deze wereld. Hè. Het gekke idee dat je niet mag opzoeken. Hè. Goed, laten we dit thematiek nu even loslaten. Ja, je begrijpt wie zich werkelijk de takken was geschrokken van het effect van die twee atoombommen. Jozef Stalin. En dan is natuurlijk de vraag, wisten de Russen er helemaal niks van? Ja, wel degelijk. Ze waren namelijk vrij goed op de hoogte, omdat ze door een eerste klas spion namelijk Klaus Fuchs redelijk op de hoogte waren gehouden van de gebeurtenis. Stalin wist ervan. Maar hij was toch enorm geschokt door die bom op Hiroshima en op het effect wat die bom gehad had. Hij begreep eigenlijk plotseling in een flits, ik moet ook zo'n ding hebben, want anders ben ik gewoon simpelweg een tweederangsmogelijkheid. Dus de Russen hebben echt alles op alles gezet om die bom te ontwikkelen. Lees die prachtige scène in Grossman, Leven en Lot, waar deze zaak in feite aangekaart wordt, waarbij de hoofdpersoon, die overigens Joods is en dreigt slachtoffer te worden van het antisemitisme en semitisme, daar plotseling op wordt gebeld door Stalin. Omdat Stalin hem nodig heeft voor die versnel. En de Russen hebben alles op alles gezet. En de eerste Russische bom is ontploft eind augustus 1949. Dus binnen 4 jaar in feite nadat de Amerikanen die twee bommen hadden gegooid. En waar gebruikt? Die is nooit gebruikt. Want er zijn in vijandschap zijn er maar ooit twee bommen gebruikt, namelijk Fatman en Little Boy. Okay. Dus de Russen wilden het gewoon er zijn preventief. Tientallen nucleaire wapens gebruikt, maar altijd bij proefexplosies. Ja. En grotendeels onder de grond. Waar je dat natuurlijk gewoon min of meer gecontroleerd kan laten gebeuren. En de Russen hebben ook wel de zwaarste bom ooit, dat was een waterstofbom, laten ontploffen. Ik dacht op Nova Zembla. Als ik het me goed herinner, allemaal 50 megaton. Dat was echt weer de Koude Oorlog ten voeten uit. Puur symboolpolitiek. We hebben de grootste knal gemaakt. Het was toch een beetje Donald Trump, niet waar?
wij zijn het machtigste, of wij hebben de grootste telefoon, wat of had hij ook weer zo'n soort van kletspraat. Ja, het trieste van zulke verhalen is dat die lui dan dus echt iets te vertellen, dat deze verschrikkelijke, afschuwelijke klunzen iets te vertellen hebben. Dat we er altijd, dat we op een of andere manier altijd er weer voor zorgen dat de wereld door halve garen bestuurd wordt. Was de oorlog wel voorbij eigenlijk? Neem je stomme Poetin met zijn intimidatiepolitiek. Ja. Laat hij liever, heb ik al eens gezegd, laat hij liever zijn eigen land op orde zien te houden. Dan zou hij al die problemen ook niet hebben. Oorlog was wel voorbij toen in Japan, hè? Ja, het was vrij snel voorbij. Want toen, dat was dus 9 augustus. Stalin was zo geschrokken van Hiroshima dat hij meteen Japan de oorlog heeft verklaard, zodat hij nog wat voordeeltjes kon oppikken in Oost-Azië. Dus Rusland had op 8 augustus de oorlog verklaard aan Japan. En toen zei de keizer met die 2 atoombommen enzovoort, plus die Russische oorlogsverklaring, het is klaar. Dus toen heeft hij ook tegen zijn militairen gezegd, je weet, die keizer was een soort halfgoddelijke figuur. Ik gooi de hoed in de ring. En de keizer is gewoon blijven zitten. Terwijl natuurlijk de oorspronkelijke eis was dat de keizer zou vertrekken. Omdat hij ook een van de oorlogsmisdadigers zou zijn. Denk aan latere opwinding over een bezoek van de Japanse keizer aan Nederland. Hè? Met de protesten van Wim Kan. Ook wel vanuit zijn perspectief gezien. Overigens heel begrijpelijk. Dus ja, de Russen hebben in no time een bom tot ontploffing gebracht. Ondertussen begint de Koude Oorlog. En aanvankelijk is nog wel gepraat over een soort controleregime. Het zijn zulke vreselijke wapens. Het is toch, we moeten ze eigenlijk helemaal niet gebruiken. We moeten ze internationaliseren. En daar zijn prachtige plannen voor bedacht. Maar al heel snel bleek natuurlijk dat de Amerikanen zeiden, nee, de Russen moeten eerst beloven dat zij ervan afzien. En de Russen zeiden, ja, aan onze hoela. Eerst moeten de Amerikanen beloven dat zij ervan afzien. Nou, dit probleem bleek onoplosbaar, typisch Koude Oorlog. En wat ontstaat in feite schrik in de Verenigde Staten als de Russen al na 4 jaar een bom laten ontploffen. Want je begrijpt dat de Amerikanen eigenlijk dachten dat die Russen, achterlijk volk, algemeen bekend, dat die kunnen dat helemaal niet. Dus dat gaat jaren duren. Al die jaren hebben wij het monopolie van dat wapen. Dat kan best hier en daar eens ingezet worden in het geval van een beetje intimidatiepolitiek. Dus de Amerikanen schrokken ze eigenlijk te kloten dat de Russen binnen 4 jaar een eigen bom hadden. Hoe kon dat gecompenseerd worden? Eigenlijk maar op 1 manier, we hebben het al aangeduid, zelf een nog grotere bom bouwen. En de theoretici hadden al gezegd, je kunt ook een waterstofbom bouwen. En in feite is de explosieve kracht van waterstofbommen is min of meer onbeperkt. Dat is zo gigantisch. En ja, daar is toen ook in Amerika een discussie over gevoerd. En de leider van het atoombomprogramma, Oppenheimer, zei, dit is pure flauwekul, sowieso die nucleaire wapens. Dat zijn in feite, dat zijn symbolische wapens. Die zijn in allerlei opzichten volstrekt onbruikbaar in een enigszins normaal militair conflict, waar hij natuurlijk het grootste gelijk van de wereld in had. Maar dat werd in Amerika werd dat beschouwd als onvaderlandslievend. En ze hebben Oppenheimer zijn security clearance afgepakt. Om voor straf, omdat hij niet voor die supergrote bom was. En zo zijn ze begonnen aan de ontwikkeling van de waterstofbom. Die hadden ze ook alweer vrij snel klaar. Maar in 1952 is die in de Bikini Atoll. Ja, waarom trouwens dat bad, die badkleding ook bikini heet. En die atol ook de bikini. Of daar een relatie is tussen het een en het ander. He, dat ook een bikini ook explosieve gevolgen kan hebben. Nou ja, hoe dan ook. Op de Bikini-atol hebben ze een heel eilandje opgeblazen met de eerste waterstofbom. Dat zou je genoegen doen, want jij zei hoe groot was het niet. Dat was echt een gigantisch ding. Ik geloof groter dan een stadsbus, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En nou ja, je begrijpt al wat er te gebeuren stond. Vervolgens zijn we getrakteerd op een eindeloze, totaal geschifte, echt, ik herhaal het, totaal geschrifte wapenwetloop. Namelijk een nucleaire wapenwetloop. Ja, als de een wat had, dan wou die ander het ook hebben. En dat heeft tenslotte geleid tot de situatie dat eind jaren 80 waren er 60.000 nucleaire wapens. 30.000 bij de Amerikanen, 30.000 bij de Russen. Ondertussen waren er nog wel andere nucleaire naties bijgekomen.
Omdat natuurlijk Frankrijk en Engeland, die begrepen wel dat als ze niet zo'n ding zouden hebben, dan zouden ze eigenlijk tweederangs naties zijn geworden. Dat waren ze ook geworden, maar ze wilden dan toch dat gevoel nog even uitstellen. Dus zowel Frankrijk, vorst de Frap, doet azimut om met de Gaulle te spreken, dat hij kon ze overal heen sturen, bij wijze van spreken. En de Engelsen die natuurlijk al in alle opzichten de stoot hadden gegeven voor de ontwikkeling van het wapen, die hebben ook een eigen kernmacht tot ontwikkeling. Je kunt rustig zeggen achteraf, als er ergens nutteloos geld besteed is, dan is het wel aan de kernmachten van Frankrijk en Engeland, die natuurlijk verder nooit enige rol van betekenis hebben gespeeld. Als er ergens nutteloos geld besteed is, dan toch wel aan de nucleaire wapenwetloop. Als er ergens van nutteloos geld is besteed, dan is het toch wel aan de Koude Oorlog. Grote god nog aan toe. Hoeveel duizenden, biljoenen hebben we aan dat achterlijke conflict besteed? Het is zo tragisch eigenlijk als je het... Ja, je hebt ook mensen die zeggen, ja, door al die wapens zijn ze niet gaan vechten. En ze waren zo bang dat het uit de hand zou lopen. Daar zit wel wat in, maar voor zover ik je daar deskundigen over hoort, die zeggen toch, nou ja, hoe je het ook beziet, 5%... van wat ze tenslotte gebouwd hebben, was ruim voldoende geweest om alle taken te vervullen die nucleaire wapens hadden kunnen vervullen. En ik denk dat dat zo is. Maar mijn punt is eigenlijk het beginpunt, dat het misschien nooit zo ver zou zijn gekomen als niet die atoomsplitsing. Net precies in die ongelukkige jaren van die Hitlerse agressie in feite had geleid tot het idee, jongen, we moeten in ieder geval voorkomen dat de nazi's zo'n bom bouwen. Wat ze dus nooit gedaan hebben. He? Sowieso de hele productie. We hebben natuurlijk al wel behandeld, geloof ik. De top van de productie van het Derde Rijk is najaar 1944. Als ze al 3 jaar lang de oorlog verloren hebben. Ja. Wel een bar slecht georganiseerd. Ja. Hoe is het nu met de atoombommen? Nou ja, nog steeds zijn er een aantal atoomnaties, nucleair. Ik weet niet hoe je dat het beste kunt. Bomnaties, nucleaire bomnaties. Want we hebben natuurlijk. De Verenigde Staten en Rusland, die hebben samen nog steeds verreweg het grootste arsenaal. China heeft eigen nucleaire wapens. Dat schijnt een vrij beperkt arsenaal te zijn. Niet van de omvang van de Russen en de Amerikanen. Dan hebben we natuurlijk Frankrijk en Engeland. Dan heeft op een gegeven moment India heeft een nucleair wapen gebouwd. Toen kon Pakistan natuurlijk niet achterblijven. Bovendien hadden de Pakistanen hier een ongelooflijk handige techniek gestolen van de Nederlanders. Namelijk de centrifugetechniek, de Duitse method, zoals het zo fraai heet. En dan hebben we nog een nucleaire mogelijkheid over, namelijk Israël. Wat natuurlijk in principe ook altijd de mogelijkheid heeft dat ook andere mogelijkheden in het Midden-Oosten zullen zeggen, nou ja, dat willen wij ook. Iran is daarvan een prachtig voorbeeld, want Iran moet steeds met veel moeite worden afgehouden van de ontwikkeling van een bom. Want dat moet er wel bijgezet worden. Elke moderne industriële mogelijkheid kan een bom bouwen. Dat is helemaal geen groot probleem. Sterker nog, en zeker meneer K. van Hippel heeft ooit een boekje geschreven, Nederland, een eigen atoombom. K. van Hippel was geloof ik Henk Hofland eigenlijk. Maar misschien zijn het wel meer naties, want waarom zou je het wereldkundig maken dat je erin hebt? Nou, het is al vrij knap lastig om het echt totaal geheim te houden dat je een nucleair wapen wil bouwen. Waarom? Omdat je zo'n diffusiefabriek nodig hebt. Dat je allerlei onderdelen nodig hebt die je waarschijnlijk niet zelf kunt bouwen. Ik denk dat het, omdat het natuurlijk vaak gezegd is, jihadisten kunnen zo'n ding bouwen, nou dan zijn we goed klaar natuurlijk. Hè. Het gekke is dat heel veel landen die zo'n wapen hebben gebouwd, ook rakettechnologie ontwikkeld hebben om dat ding dus af te schieten naar de plaatsen waar je hem graag wil laten ontploffen natuurlijk. Terwijl, een moderne nucleair wapen kun je ook in deze Audi vervoeren. Dat is niet zo'n groot probleem. Je kunt een bestelautootje. Kan. Hé, maar weer toch weer die telefoon. Ik dacht dat je hem uitgezet had. Ja, ik had toch gezegd dat ik hem uitgezet had. Ja, maar hij is maar één keer nu dat hij overgaat. Nee, dat gaan we dus even niet doen. Dus eventjes kijken. Want we zijn zo'n beetje aan het eind van het verhaal. Ja. Dat eigenlijk was mijn idee. Dus het hele ellende van het nucleaire wapen is ingebed in die ongelukkige geschiedenis. Eerst van de
nationaal-socialistische agressie. Oh. Ja, ik zit nog even de podcast te maken. Ik bel zo terug, oké? Okay? Oké. Goed. Want we waren toch eigenlijk klaar, hè? Ja, we moeten nog even het einde er goed op zetten. Dat je nog even het goed afrondt. Ja, hoe moeten we dit afronden? Wie weet, als atoomsplitsing de mogelijkheid daarvan zou zijn ontdekt in een vreedzame wereld. Waarbij de grote mogendheden elkaar niet naar het leven hadden gestaan. Zoals het geval was in de tweede helft van de jaren 30 en de jaren daarna. Wie weet zou het wapen nooit ontwikkeld zijn. Ja. Het is alleen ontwikkeld vanwege de op zichzelf begrijpelijke en terechte angst. Voor het idee dat Nazi-Duitsland zo'n bom zou ontwikkelen. Wat Nazi-Duitsland dus nooit gedaan heeft. Nee. Het is eigenlijk een heel raar, paradoxaal verhaal. We gaan chillen op onze date.